Het is nog steeds niet super met het signaal, want ik heb nog geen QRM-eliminator. Maar dit laat toch iets beter zien. Ik heb het panoramascherm nu wat groter gezet. Hoe het eruit ziet, hè? Je ziet ook aan de randen, zie je hem naar beneden gaan. Dit is het einde van de bandbreedte van mijn loopantenne, die maar iets van 20 kHz breed is. De AGC die werkt wel eens wat wonderlijk, maar voor het overige hij gedraagt zich geheel als een analoge ontvanger, terwijl hij toch SDR is, hè? Nou, je ziet dat er enige activiteit is. Het zit steeds aan 817 te draaien, maar ja, moet deze hebben. Het streepje in het midden, dat is de ontvangstfrequentie. Kijk, je ziet dat ik nu afstem en dan zie je dus die paaltjes naar het streepje toe gaan. Nou, ik wil de 100 hertz stappen hebben. Of de... Nee, de 1 hertz. Om dat even te laten horen. Maar ik schoot er steeds naast met mijn duim. Nou, zie, kijk hier, dan kom ik al buiten de bandbreedte van mijn loop, hè. Maar ik zie niet veel SSB-signalen, dus daar is het niet druk. Ja, ik heb nog steeds S7, S8 QRM zonder de QRM-eliminator. Ik moet er een kabeltje van solderen, maar ik weet niet of ik dat eerst doe of dat ik gewoon dit apparaat snel portabel in gebruik neem. Hè? Ik hoop trouwens dat ik verstaanbaar ben, want... De microfoon zit natuurlijk dicht bij de zetelvanger. Ja, echt een apparaatje waar ik behoorlijk tevreden over ben.